NTR. NPO Radio 4 is op zoek naar de soundtrack van de zomer. Welke muziek past bij het zomergevoel? Vandaag De Pagode van Claude Debussy. In de zomer verleggen we onze grenzen. Ook muzikanten gaan op zoek naar nieuwe inspiratie en muzikaal avontuur. Zo ook Lestari Scholtes. Klassiek, westers geschoold pianiste met Indonesische roots. Maar de muziek van het land van haar moeder, de traditionele gamelan-muziek, die heeft ze nog nooit gespeeld. Tot vanavond. Daar komt verandering in op deze boot. Lestari Scholtes is een van de meest getalenteerde pianisten van Nederland. Ze won samen met haar compaan Willem Janssens verschillende prijzen in binnen- en buitenland. Goedemorgen, Lestari. Goedemorgen. Ik heb een hele mooie plaat meegenomen. Dit ken je, hè? Dit ken ik, ja. Je kijkt erbij alsof je dit heel erg mooie muziek vindt. Ik vind het hele mooie muziek. Ik hou ontzettend veel van de muziek. Eigenlijk al vanaf klein meisje. Wat is dit? Dit was zijn pagode uit de Estamp. De driedelige piano suite. En wat heeft deze muziek van Debussy nou met Indonesië te maken? Je hoort echt de gamelan muziek erin. Hij heeft een aantal keer de gamelan muziek gehoord tijdens een grote expositie in Parijs. 2 keer. En dat vond hij zo indrukwekkend. Hij vond de gamelan muziek eigenlijk veel beter dan de westerse klassieke muziek. Heb jij een echt Indonesische opvoeding gehad? Nee, eigenlijk een hele West-Europese opvoeding gehad. Wel een paar kleine dingetjes meegekregen van mijn moeder. Het lekkere eten, zorgzaamheid natuurlijk. Maar verder eigenlijk niet. En werd er thuis gamelan muziek gespeeld? Nee. Nee, ik kijk me eigenlijk totaal niet. Nee, er stond thuis een piano en mijn moeder speelde zelf eigenlijk klassieke muziek. En dat ging ik piano spelen en het was eigenlijk altijd klassiek. Jij als pianist met Indonesische afkomst, eigenlijk toch gek dat je nooit die gamelan bent gaan spelen? Ja, eigenlijk is dat, nu ik erover nadenk, best wel gek. Waarom wil je nu wel meer te weten komen over die muziek? Nu ik ietsje ouder word, ben ik toch wel benieuwd meer naar mijn roots. Ik ben in Indonesië geweest om op te treden. En ik voelde me toch wel verbonden eigenlijk met het land en met de mensen. En ik heb daar ook muziek gehoord en ik vind het toch hele intrigerende muziek. Een van haar toehoorders is pianist en componist Sinta Woodoor, die jaren geleden gegrepen werd door de muziek uit haar jeugd, de gamelan. Ik zat heel stilletjes naast jou. Ja, ik merkte er niks van. En verborgen in deze ruimte zat ook nog een stille toehoorder. Sinta, kom er even bij. Hallo. Hi. Hi. Lestari. Hi. Leuk te ontmoeten. Leuk, ja. Want deze muziek is jou ook niet vreemd. Nee, dat had ik op mijn eindexamen gespeeld. Wauw. En toen ik dit stuk instudeerde, dacht ik, daar zit heel veel gongs in. En er zit heel veel gamelan-lagen in. Ik kan dat niet horen. Ik wil voorbeelden. Oké. Ja, wat ik heel erg hier hoor, is de gong. Dat is dan de gongs. De gongs, het instrument. Dat zijn dus de hangende ronde gongs. Maar hier dus. Dat die dan inderdaad een ander instrument is. Dus metalen toetsen met een houten hamer. Dus als ik het goed begrijp, zit er in dit stuk van Debussy zit een heel gamelan-orkest verborgen. Ja. Denk
je dat Lestari daar vanavond gewoon onderdeel kan worden van dat gamelanorkest? Nou, dat kan. Als mensen voor het eerst gamelan willen leren spelen, kunnen ze meteen meedoen met het hele orkest. Dan krijgen ze iets wat overzichtelijk is en waarop ze alleen maar kunnen focussen. Ik hoef alleen maar dat te doen en dan komt de rest vanzelf goed. Volgens mij heb je een goede gids pakken. Ja, nee, ik heb alle vertrouwen in. Dat is toch een beetje spannend. Ja. Ja. Spannend? Ja. Ja, ja, ja. Omdat Lestari meer wil weten over haar Indonesische roots, neemt Sinta haar, voor ze muziek gaan maken, mee naar het Tropenmuseum. Voor Sinta een en al herkenning. Ja, die hele grote ronde, ja, gevlochten ding. Als je rijst erop doet en je gaat zo schudden, zodat het kaf, dat lichtere is, naar de rand gaat. En dan ga je dit eraf halen. Oh ja. Dus dit is het beeld van jouw jeugd? Ja, dus dat heb je echt in Nederland niet. Nee, maar dan krijg je kant-en-klare rijst. Ja, van de supermarkt. Ja. Ja. Hier staat ineens een boek hoe je Nederlands gaat leren. Oh, ja. Had je ook muziekles daar? Ja. Ja? Ik zal je vertellen, dat was leuk. Iedereen, dus elke leerling, heeft een noot. Dus bijvoorbeeld een noot 5, noot 4, noot 2. En dan wordt er een partituur uitgeschreven, de cijfertjes. En dan gaat een stokje langs. 5 moet spelen, 3 moet spelen, 2 moet spelen, weet je wel. Dan werd je al klaargestoomd voor een gamelanorkest. Ja, het is eigenlijk een soort variatie van een gamelanorkest. Ja. Sari, hier gaat het gebeuren. Ja, spannend allemaal. De Javaanse gamelan. Ja, in de Javazaal. Ja, kijk. Nu in het echt. Mooi, ja, dat mooi is het, hè? Diepe geluid. Ja, ontzettend mooi. Je hebt hele andere klanken. En welk instrument heb je voor Lestari in petto? Een slintum, dat lijkt me wel mooi, ja. Een slintum? Ja. Nou, dat gaat niet gek. Maar, de eerste klap is een daalder waard. Ja. Jij kan wel een lesje nemen. Hallo. Dag Lestari. Hallo. Elsje. In een korte tijd leert Lestari hoe je moet slaan. Met slagwerk trek je meer. Je laat gaat meer omhoog, het is een impuls eigenlijk. En je laat hem vrij. Okay. Maar vooral hoe je moet dempen. En vlak nadat je de volgende hebt geslagen, pak je de vorige beet. Okay. En dat gaat top. Is het bijzonder dat iemand dat zo snel doorheeft? Hebben we te maken met een talent? Absoluut. Ja, ze doen het snel. Er staat hier op piano. Oh. En terwijl de instrumenten naar de boot worden gedragen, wil ik van Lestari nu wel eens weten waarom haar moeder haar zo weinig Indonesië heeft meegegeven. Ik denk dat er wel moeilijke dingen zijn gebeurd in Indonesië. Ze heeft er nooit echt heel veel over gehad. Maar ik weet wel dat mijn opa en oma een moeilijke tijd hebben gehad. En dat ook heeft meegespeeld waarom ze naar Nederland zijn gekomen. En misschien daarom hier ook echt een nieuwe start wilde maken. Ik denk het, ja, misschien wel. Ja. En je broer die komt speciaal kijken. En is hij meer bezig met die Indonesische kant van de familie? Ja, en ik heb dat altijd een beetje meer op afstand gehouden. Waarom hou je dat dan op afstand? Misschien vind ik het gewoon ergens toch een beetje moeilijk of zo. Vandaag is dan misschien ook een eerste. Nou ja, jawel, want ik voel me wel prettig erbij. Het grote moment is daar. Ja, we staan. Ik voel hem aankomen. Zet hem op, toi, toi, toi. Dames en heren. Gamelan Ensemble Vido Sari met special guest Lestari Scholtes. Zo'n hele dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds echt te verdiepen in de Indonesische cultuur. Ik voel wel een stukje, misschien een heel klein beetje meer Indonesisch of zo. Omdat ik er nu toch iets meer vanaf weet. Dus het is wel de moeite waard om er verder in te duiken. Het boort wel iets aan. Ja, ja, zeker. Ja.
Ben je het al een beetje zat? Nee. Nee, hè? Nee. Zullen we gewoon nog één keer, omdat we nog zo'n mooi, mooi uitzicht hebben, nog een klein beetje gamelan over het ei laten schallen? En terwijl hier over het Amsterdamse ei de gamelan-klanken nog dromerig klinken, plaats ik Debussy, Pagode. Dat stuk dat een soort brug is tussen de gamelan-muziek en de klassieke muziek op de soundtrack van de zomer. Die is te vinden op de website van Radio 4. Daar kun je ook je eigen favoriete zomermuziek aan toevoegen. NTR. Speciaal voor iedereen.